die overal is op het veld. Ik denk dat ik zware concurrentie had gekregen met jou. Dus fijn dat je op schaatsen bent gaan staan. Prachtige beelden. Het is al een aantal keer gezegd, de grootste Nederlandse Olympiër ooit. 5 keer goud, 5 keer zilver, 1 keer brons. We staan hier natuurlijk vooral stil nu bij je Olympisch succes, maar je hebt nog zoveel meer succes. WK's, EK's, nationale titels, op afstanden, allround. Het is niet genoeg, het is zo ontzettend veel, het is niet op te noemen. Maar zoals ik al zei, we staan hier vooral stil bij het Olympisch succes. En we willen even terug naar al die Olympische medailles. Turijn, Vancouver, Sochi en Pyeongchang. Er was eens een meisje in het Brabantse Goochelen. Ze werd geboren op 1 april, echt waar. En ze was toen nog één van de best bewaarde Goolse geheimen. Daar is nu weinig meer van over. Ze was niet echt bijzonder, laten we eerlijk zijn. Ze ging gewoon naar school, haalde gewoon voldoendes en onvoldoendes, had vaak geen zin om naar bed te gaan. En was altijd in voor een potje hockey, tennis of een ander spel. Ze hield ook van knutselen, kleien en tekenen. Kortom, we hadden het allemaal kunnen zijn. Behalve de jongens natuurlijk. Maar toen ontmoette dat meisje op 11-jarige leeftijd de liefde van haar leven, het ijs. Ze bond schaatsen onder en het werd een ander meisje. Niemand hield haar bij. Niemand kon wat zij kon op de schaats. Het leek wel of ze door die schaatsen kon vliegen. Een wonder, dat was het. En deed ze dan weer haar schaatsen uit, dan was het weer een heel gewoon meisje met verliefdheden, met vermoeidheid, met chagrijn, met feestjes en met katers. Gewoon zoals wij allemaal. En toen ging ze naar Turijn. En daar schaatste ze harder dan iedereen op de 3000 meter. Goed, op de 1500 meter waren er 2 die iets sneller waren, maar daar hebben we het niet over. Daarna kwam Vancouver, goud. En vervolgens Sochi, 2 keer goud, 3 keer zilver. En al die tijd bleef het gewoon een dochter van Goorlen. Weliswaar de beroemdste dochter van Goorlen, maar toch. Tot slot kwam Pyeongchang. Heb je enig idee hoe wij hier in de huiskamers, kroegen, sportkantines met een knoop in onze maag naar de tv zaten te kijken? Om te kijken of dit doodgewone Goorlense meisje iets unieks kon doen. Kun je dat geloven? Nou, dat was verdorie ook zo. Er zijn hier in Goorlen,
eigenlijk in heel Brabant, in de afgelopen weken heel wat nagels afgebeten. En heel wat kelen schor geroepen, omdat dit doodgewone meisje moest schaatsen in Pyeongchang. En toen dit meisje het deed, toen dit meisje nog één keer goud won, toen zijn we met elkaar een biertje gaan drinken. Want zo doen we dat in Brabant. En weet je wat we tegen elkaar zeiden? We zeiden, en toch, alles bij elkaar heeft ze op al haar schaatsen dan meer, wel ruim meer dan 400 medailles gewonnen. Maar als haar schaatsen niet aan heeft, is het een doodgewoon meisje. En dat is ook zo. We hebben allemaal onze bijzonderheden. Maar dit meisje heeft iets ongelooflijk speciaals. Iets ongelooflijk unieks. En wij als Goorlenaren zijn zo vrij om een heel klein beetje te delen in dat unieke. Want niemand in Nederland won meer Olympische medailles dan dit doodgewone meisje. En dat koele meisje, hoe kan er anders op ijs, is wel mooi een doodgewoon meisje uit Goorlen. Weliswaar net geen goat, greatest of all time, maar wel een Goolse geit. En daar zijn we best trots op. Oh ja, en zullen we dan afsluiten door te zeggen dat ze nog lang en gelukkig mag leven? Laten we dat maar doen. Gaan jullie mee? Dames en heren, Jan Schrijver, verhalenverteller hier uit Goorlen. Iedereen, je eigen sprookje. Je leven is natuurlijk ook, al heb je er keihard voor moeten werken, toch een soort van sprookje. Zeker voor al die mensen die nooit naar de Olympische Spelen zijn geweest en al helemaal niet zo ongelooflijk veel medailles hebben mogen winnen als jij. We zijn hier voor